Hallo, welkom iedereen in een nieuwe video voor tweelingen, waarin dat we gaan kijken wat dat er jullie te wachten staat voor de komende 3 maanden. Deze video is voor tweelingvlammen, waarvan dat jij of jezelf, dus dat wil zeggen de mannelijke of de vrouwelijke, die een zonteken in tweelingen heeft. Maar ook de noordnode bijvoorbeeld in tweelingen. Omdat de noordnode ook te maken heeft met de missies en de lessen die we te leren hebben. En weet het of weet het niet, je zielsconnectie natuurlijk ook. Wat gaan we doen? We gaan eerst kijken wat de schaduwen zijn in de mannelijke en de vrouwelijke die voor vanaf nu tot de komende 3 maanden, dus tot eind maart, laten we zeggen. We gaan dan kijken naar de energie van de connectie, waar dat het bewust denken zit van de mannelijke en de vrouwelijke energie. En we gaan dan nog afsluiten met een aantal boodschappen van de mannelijke energie naar de vrouwelijke energie en omgekeerd. Voilà, dat gezegd zijnde, gaan we zien hoe dat zit met de schaduwen voor tweelingvlammen in de mannelijke energie, dus hier, in deze connectie. En de schaduw, of het thema van de vrouwelijke energie in deze connectie. Oh, ik zie dat ik het wat te ver gelegd heb. Ik ga ze onmiddellijk bespreken. Het thema van de schaduw en de vrouwelijke connectie, de vrouwelijke energie in deze connectie. Oké. Ik heb het gevoel dat de vrouwelijke energie in deze connectie zich nog niet al te durft te tonen zoals dat ze werkelijk is. En dat kan dus in jezelf zijn of in die andere. Ja. En dan krijgen we een sterkaart met potential. Dus het is belangrijk. Dus het feit wat ik daarnet gezegd heb, heeft te maken met deze kaart. Dus het is belangrijk dat je beseft dat je alle potentieel in je hebt om te slagen. Dat alles in deze connectie en alles wat je in diepste verlangen hebt, dat die er ook zijn, omdat ze bedoeld zijn om te slagen. Dus het onzeker zijn en dus het willen wegsteken en niet helemaal tonen, dat is een van de grootste uitdagingen van de vrouwelijke energie. Wat wil zeggen ook weer die healing eigenlijk, als je jezelf ziet als een vrouwelijke energie, die healing met je eigen mannelijke energie. Want wat zien we in de mannelijke energie? Dan krijgen we als schaduwkaart good versus evil en battle. En toen die kaart naar buiten kwam, was ook echt dat deze mannelijke energie van deze connectie nog echt heel hard in de dualiteit getrokken wordt. Dus echt zich constant aan het afvragen is van wat is er hier nu goed, wat is er nu slecht. En dus nog niet altijd de reflectie heeft om te gaan kijken vanuit vanuit eenheid eigenlijk. Dus vanuit een hoger bewustzijn. Oké, wat moeten we weer meer weten voor de mannelijke energie? Dat is de 3 van wanten omgekeerd. Wat moeten we meer weten? Hoepla, daar gaat hij. De 10 van wanten omgekeerd en de oneenigheidskaart. Dat is een extra kaart in de deck. En wat moeten we meer weten in de vrouwelijke energie? De Hanged Man. De 8 of Swords en de 1 van Munten, maar omgekeerd. En aan de onderkant de Fool kaart. Meestal leg ik die zo, maar nu leg ik het zo. Dus dat wil zeggen dat ik het ook mag meenemen. Dus zowel mannelijke als vrouwelijke energie zijn eigenlijk. Voilà, ik ga het zo doen. Worden eigenlijk gevraagd om dingen op een andere manier te gaan doen. Dat zien we hier ook heel duidelijk in de vrouwelijke energie, omdat ze de Hanged Man krijgt. Dus ze mag eigenlijk, om een nieuw begin te creëren in het fysieke, gaat ze eigenlijk moeten meester leren worden over haar gedachten. Want nu saboteert ze zich constant door allerlei rampscenario's te gaan bedenken en wat dan ook, omdat ze niet goed weet wat er gaande is hier bij de mannelijke energie. Ze voelt wel van alles, maar ja, die bewijzen, die 3D's zijn er niet. Of er is nog niks gecommuniceerd waardoor dat ze zekerheid heeft. Dus het is allemaal wat uitdagend, onvoorspelbaar. En eigenlijk weet de vrouwelijke energie niks. En dus dat is een van de lessen dat we te leren hebben. Om gewoon te vertrouwen op de dingen dat we voelen.
En te weten dat als een diepe zielsconnectie op ons pad komt, zoals een tweelingvlam of een tweelingziel, dat dat ook bedoeld is om te slagen. Maar we moeten het op een andere manier gaan doen en echter instappen als een fool. Als iemand die totaal van niets weet, met een volkomen schone lei, alle wonden, alle overtuigingen, alle ideeën over als het zus en zus gaat, dan betekent dat. Hè. Hoe vaak dat je niet ziet op internet dat er video's zijn waarin dat er zegt, als hij of zij dit zegt of dat doet, of 5 tekenen om te weten of dat iemand van je houdt, geloof mij, dat werkt totaal niet bij tweelingvlammen. Integendeel, hoe meer je daarop gaat vertrouwen, hoe meer dat je eigenlijk van het pad gaat afwijken en hoe moeilijker je het voor jezelf gaat maken. We zien ook in de mannelijke energie, eigenlijk ligt die ook een succeskaart. Dat is eigenlijk mijn succeskaart voor individueel succes, maar ligt ondersteboven. Waarom? Omdat de mannelijke energie ook geen eenheid heeft in zichzelf. Dus die eenheid in de mannelijke en de vrouwelijke energie creëert eenheid in zichzelf. Waar dat dan gaat weer spiegeld zien of gaat geprojecteerd worden in de connectie. En hoe komt dat niet gaat? Omdat die eigenlijk doorheen een transformatie gaat. Hè? Maar dat is juist ook die battlecard gezien. Je ziet hoe dat in zich voelt op dit moment. Vol lasten, vol klachten, misschien zelfs ook fysieke problemen. Maar dus in plaats van gepassioneerd met iets bezig te zijn, is hij eigenlijk opgebrand en helemaal uitgeput. Maar dat is goed nieuws, want we zien hier ook deze kaart. En dit zegt dat doorheen de komende 3 maanden, de komende periode, dat de mannelijke energie in combinatie met de vrouwelijke energie, doorheen heel wat nieuwe transformaties gaat gaan, tot op DNA-niveau zelfs. En dat gaat dan ook weer gespiegeld worden in de connectie en in de in het fysieke. Ja, en we krijgen Two of Flames. Maar het ligt ondersteboven, dus die eenheid in zichzelf. Dus de mannelijke energie is nog niet in eenheid met zijn vrouwelijke energie. Dat is de innerlijke vrouwelijke energie, je ziet hier ook. Hè? Two of Crystals. Zit nog veel te veel in die dualiteit, ik en de ander. Zit nog veel te veel vast in het geschenen zijn. En weet eigenlijk niet hoe dat tot die 10 van bekers is. Tot volledige vervulling kan komen. Waarin dat ik het gevoel heb dat de vrouwelijke energie daarin wel al een beetje verder staat. We krijgen ook de energie van de connectie. Ook weer die balancering. Waarin dat voornamelijk de sleutel, dus de eerste stappen hier nu ook bij de vrouwelijke energie ligt. Dus de vrouwelijke energie mag leren te vertrouwen op de dingen dat het universum haar geeft. Op de dingen dat ze voelt en ervaart. Los van wat er eigenlijk gebeurt in het fysieke. Waar dat ze nu altijd eerst dat fysieke gekeken heeft om te weten of iets waar of niet waar is. Is het aan haar om alles anders te gaan bekijken. Misschien hebben we dat net hier ook gezien al. Om van daaruit dan eigenlijk een nieuw begin te gaan creëren. En dus hier 6 van kristal, hier adept van kristal, dus lering van het element aarde. Om te leren hoe dat ze vanuit haar hoger bewustzijn, om te leren hoe dat ze vanuit haar geheelde vrouwelijke energie een nieuw begin kan creëren voor zichzelf in het fysieke. En dus dat heeft totaal niets te maken met de connectie, maar wel alles met van hoe kan ik vanuit een hoger bewustzijn mijn fysieke wereld gaan vormgeven en gaan creëren. Ik wil nog 1 kaart voor de connectie. Maar dat voor gevoel heb ik hier ook heel erg. Ja, dat is hetgeen dat ik eigenlijk net gezegd heb. Bevestiging van wat ik gezegd heb. Dus door het feit dat de vrouwelijke energie haar focus gaat gaan verleggen, niet meer op de connectie, dus niet meer naar het fysieke gaat kijken om haar zorgen of haar verlangens te gaan al dan niet bevestigen, maar naar binnen te gaan, haar eigen beker te gaan vullen, gaat dat ervoor zorgen dat er verandering in haar denken teweeg brengt, dat een andere realiteit zal creëren. En dat gaat ongetwijfeld een verandering creëren in de mannelijke energie. Eerst de mannelijke energie in zichzelf en uiteindelijk de mannelijke energie in de connectie. Ik zou nog heel veel dingen kunnen zeggen, maar eigenlijk is dat het belangrijkste. Want al de rest is gewoon maar extra uitweiding en extra ballast. Dus dat gaan we niet doen. Wat denkt de mannelijke energie bewust? Nu ben ik eigenlijk wel eens benieuwd naar wat we daar gaan krijgen. Wat denkt de mannelijke energie bewust in de connectie van tweelingen? Wat denkt de mannelijke energie bewust in de connectie van onze tweelingen?
Focus op je ademhaling. Dat is ook een hele belangrijke. Leef zoveel mogelijk, probeer zoveel mogelijk in het nu te leven. Want dat gaat ervoor zorgen dat je geen pingpong meer wordt van je emoties. En dat je ook geen slaaf meer wordt van je gedachten, is hetgeen dat ik hoor. Wat is hetgeen dat de manneke hier bewust denkt? En je moet ook, ook voor jezelf mee kijken, want je hebt mannelijke en vrouwelijke energie in jezelf. Ook al herken je, ben jij misschien nu, heb je het idee dat jij meer de vrouwelijke energie bent, dan kijk je vooral naar die kant. Onthoud ook dat wat er hier gebeurt, dat dat ook een stuk nog speelt in jouw energie. Dus ook daarin, let daarmee op. Dat je ook daarin op de goede manier gaat gaan denken. Wacht, hè. Wat krijgen we hier? Dus, de mannelijke energie krijgt de kaart van Venus in Ram. Met de, dat zijn de twee van manten met Dominion. De Lovers kaart. De 10 van Cups, dus de 10 van Bekers met ondersteboven. En ook de 7 van Bekers ondersteboven. Dus, het is heel duidelijk dat diep van binnen is de mannelijke energie op zoek naar die onvoorwaardelijke liefde. Er is ergens een innerlijk weten dat ik ga daar wel zo de kaarten op leggen. Anders kan YouTube misschien weer vervelend doen. Voilà. Dus het is heel duidelijk dat de mannelijke energie op een bewust niveau bezig is met relaties. Met, misschien zelfs ook zelfs met deze relatie, deze connectie. En hij voelt die diepe passie. Hij voelt van dat hij iets anders is dan dat hij ooit ervaren heeft. Maar door het feit dat hij die verbinding niet heeft met zijn eigen ziel, kan hij ook heel moeilijk die verbinding maken met zijn eigen emoties. En daarom is het net belangrijk dat je, als jij de vrouwelijke energie bent, dat je die verbinding met je eigen emoties en je eigen vrouwelijke energie, dat je die versterkt. Want dat gaat dan de kans geven aan de mannelijke energie om ook die verbinding te maken met zijn eigen emoties en om zijn hart verder te openen. Zolang dat dat stuk niet geheeld is in jezelf, ga je zien dat er daar bij de mannelijke energie heel weinig gaat gaan verschuiven. Want het is de bedoeling van een dergelijke connectie dat ze dingen gaan spiegelen. Dus op een bewust niveau wel deze mannelijke energie echt een diepe, vervullende relatie. Maar eigenlijk weet hij langs geen kant over hoe dat hij dan moet komen en wat dat dan betekent. Laat staan hoe dat hij dat moet gaan manifesteren. Dan hebben we hier ook de Triumph card met de 9 van wanten, de Strength card. We hebben hier opnieuw weer, maar dat was in een andere video. Oh my god, Lindsay. De 10 van zwaarden, ook weer de gedachte omgekeerd. En de Ace of Discs. Dus het staat als deze, maar nu ligt hij omgekeerd. Dus je gaat zien, in de vrouwelijke energie, hoe meer dat je de kracht van binnenuit gaat gaan halen. En dus hoe meer dat je die eenheid in jezelf gaat gaan creëren en jouw eigen passie gaat gaan omarmen. En dus je ziet ook weer die spiegeling. Hè? Dus die magier gaat worden. En eigenlijk ook de eenheid, want ik ga die kaart eens wat dichter tonen. Dat is het mooie ook aan dit deck. Je ziet hier natuurlijk ook iedere keer weer spiegeling. Maar tegelijkertijd ook de dualiteiten erin. Je ziet het water, je ziet de passie, de wanten. En je ziet, dit gaat over het manifesteren, dit gaat over het creëren. En dus hoe meer dat je als vrouwelijke energie een meester wordt in alle elementen, hoe meer, en dus de eenheid in jezelf tot een goed einde brengt, gaat en vooral integreren, gaat dat automatisch een weerspiegeling zien hier in de mannelijke energie. Oké, ik was aan het kijken of ik nog iets moest toevoegen, maar dat is het. Dan, wat zijn de boodschappen van de mannelijke energie aan de vrouwelijke energie? Wat zijn de boodschappen van de mannelijke energie aan de vrouwelijke energie? We zijn samen geïncarneerd om specifieke patronen van onze voorouderlijke bloedlijnen te zuiveren. Misschien dat er daar ook iets zit waar je nu tegenaan loopt. Dat je ook ziet en herkent bij je ouders. Of bij alle vrouwen in de familie. Of zowel bij jouw bij jouw vader. En dat je ook ziet bij je tweeling van bij daar dingen in de vaderlijn. Of in de mannelijke lijn.
Wat zegt de mannelijke energie nog aan de vrouwelijke energie? Ik heb mijn kracht weggegeven, of ik ben nog mijn kracht aan het weggeven aan andere mensen in mijn leven. En ik ben aan het leren om betere grenzen, of grenzen gewoon in het algemeen te gaan zetten. Want dat is ook zo, heel veel mannelijke energieën zijn zodanig gewoon om te geven, 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 dat ze eigenlijk tot op een hele toxische manier zichzelf volledig weggeven. Totdat ze eigenlijk om de laatste boterham gaan weggeven. Wat wij ervaren is een onderdeel van een grotere collectieve zuivering. Je moet je niet alleen voelen, want anderen zijn ook aan het healen. Ja, dat is ook zo. Onze innerlijke kinderen zijn aan het wenen nu. We hebben beiden, ja, wij moeten hen beiden comforten, dus zorg geven en hun ouders worden. Dus dat spreekt ook weer over die eenheid tussen de mannelijke en de vrouwelijke energie en iedere partij hier in deze connectie. Wat wil de vrouwelijke energie aan de mannelijke energie zeggen? Jij bent mijn ware liefde, mijn hart en mijn ziel. Oordeel niet, maar ga gewoon in overgave. Ik weet dat het jou triggert, maar als je het bekijkt van een hoger perspectief, is het uitzuiveren van die energie datgene dat ons dichter bij elkaar gaat brengen. Deze ligt dus boven. We are one. Dus wij zijn één. Laat angst niet in de weg komen van deze waarheid. En dan voel ik dat dat iets is die ook bij beiden speelt. Daarom ga ik hem ook hier leggen. En dan de volgende solstice of equinox zal een belangrijke verschuiving voor ons brengen. En de eerstvolgende zal rond 21 mei zijn, dacht ik. Hè? Afhankelijk van waar je bent natuurlijk. En dan vrouwelijke die zegt van ik voel de chemie tussen ons. Wij moeten dit vertrouwen en die energie dat we delen zal ons terug samenbrengen. Wat een mooie boodschap. En dan gaan we nog kijken welke vlammen waar jullie mee kunnen samenwerken om deze stukken te healen of om stukken in je schaduwen of in je persoonlijke groei of in de connectie te gaan mee werken en gebruiken. Als je nog niet weet hoe je werkt met de universele vlammen of wat de universele vlammen zijn, dan kan je de serie die hier op YouTube staat bekijken. Daar wordt gratis uitgelegd. Je kan ook het boek 96 vlammen aanschaffen. Daar wordt natuurlijk ook uitgelegd. Of als je onmiddellijk all the way wil gaan, dan kan je het programma Universele Vlammen volgen. Waarin dat je eigenlijk gedurende 9 weken leert werken met de universele vlammen. Zodanig dat je die voor je eigen healing kan gebruiken. Voor healing van anderen, voor healing van je financiële situatie. Voor healing van je connectie of wat dan ook. En dat is ook hetgeen wat we hier ook weer zien. Healing met Aartsengel Raphaël en cleansing. Dus zuivering, verder uitzuivering van jezelf. En vooral die emoties is belangrijk. En passie. En dan zien we ook Aartsengel Metatron met het eenheidsbunsen en de diamantenvlam. En het genade. Dus het is belangrijk dat je ook probeert zo vaak als mogelijk vanuit liefde en vanuit de ogen, de bril, met liefde naar de ander te kijken. Ik heb dat al heel vaak gezegd. Als je niet vanuit liefde kan communiceren, dan is het beter dat je gewoon elkaar ieders ruimte laat. En dat je wacht tot je weer de kracht en de moed hebt om inderdaad naar elkaar te kijken vanuit die bril van onvoorwaardelijke liefde. Voilà, dat was voor deze reading. Als je zelf een persoonlijke reading wenst, of je wenst een healing voor jou specifiek of voor jouw connectie, dan kan je dat reserveren via de linkjes onderaan deze video. Voilà, dat was het nu. Ik wens je alvast een fijn einde jaar en tot in de volgende.